terug thuis. Oh, ik heb zo koud. Kijk mijn haren trouwens. Die krullen helemaal. Want het was super hard aan het regenen op een gegeven moment. En het regende. En we dachten, oké, we hebben VIP, dus we gaan kei snel naar de VIP lopen en binnen gaan. Maar we mochten niet meer binnen. We mochten niet binnen omdat de VIP vol zat. Dus ik had zoiets in mijn eigen van, zorg er dan voor dat je zoveel VIP kaarten verkoopt. Of verkoopt of weggeeft of weet ik veel wat. Zodat ook als er iets is, al die mensen daar ook in kunnen. Maar nee. Dus toen zijn we helemaal nat geworden. Hè, Sammy? Yes. Oh, mijn hand. Mijn hand is zelfs helemaal aan het trillen. Ja, koud. Ja, Sam had echt... Sam, zijn trui was ook helemaal nat geworden. En zijn t-shirt. Dus ja, dat is kei kut, want die heeft het heel avond nog koud gehad. Bij mij was eigenlijk niet echt iets nat geworden buiten mijn haar. Maar ik had zo'n poncho over mij gedaan. Dus ja. Maar voor de rest was het wel leuk. Dat is mijn squishy. En hier is mijn Milky. Hey, Milks. Trouwens, ik denk dat velen achter deze broek gaan vragen. Deze. Want ik zag op Instagram al heel veel reacties van waar mijn broek was. En ik weet niet als ik dat al heb gezegd, maar mijn broek is van Revolve. Dus daar kun je die vinden. Nu ga ik slapen. Maar het was een leuk weekend. Ook wel druk weekend. Mijn haar, echt. Maar het was echt heel tof. Ik ben blij dat we thuis zijn en dat we kunnen gaan slapen. Ja, in dat wij al een warm bedje kunnen zijn. Ja, oh. Ik ga niet wachten. En Milk is mij aan het lekker eens geven. Ik ga het met de kussen opzetten. Oh ja. Oké, hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie. Morgen. Morgen. Dat zou kunnen. Morgen. Oh.